Yo mensen, what up? Lars hier op de iBlars en we zijn terug van een weekendje Groningen. En ja, een weekendje Groningen. Het was kerst, eerst de tweede kerstdag natuurlijk, dat weten jullie allemaal wel. En ik hoop dat jullie een hele leuke kerst hebben gehad. Sorry dat ik geen video heb geplaatst, maar ik was dus in Groningen. En in Groningen had ik niet echt alles bij de hand om een video op te maken. Of om te maken, of weet ik veel wat. Ik heb wat leuke vlogs gemaakt en zo. Maar ja, ik heb dus niks om up te loaden. En voor iedereen nog een fijne kerst toegewenst en zo. Ik hoop dat jullie leuke cadeautjes in ieder geval hebben gekregen. Ik kreeg €250 voor de mensen die dat interessant vinden. Ik kreeg €250, kwam ik boven. Ging ik film kijken en toen bleek dat mijn headset kapot was. Of in ieder geval, nou heb ik het weer een beetje gemaakt, maar het werkt alsnog niet helemaal prima. Dus ik heb een nieuwe Astro besteld en ja, ik heb dus nog €100 over om nog iets anders mee leuks te kopen. En waar jullie nou door kijken, wat jullie nou zien, is mijn nieuwe webcam. En dat is best een mooie webcam. Het is een Logitech C910 of zo. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb niet echt iets speciaals aan of zo. En ik kom net terug uit Groningen, dus met de trein. En ja, ik heb even mijn oude schoffiekleren aangedaan en zo. Whatever. Maar ik wil dus iets nieuws gaan doen op mijn kanaal, wat jullie allemaal wel weten. En dat zijn vlogs en dit soort dingetjes en zo. Waar jullie gewoon je onderwerpen in kunnen achterlaten. En dan zou ik het daarover hebben en mijn mening erover en zo. Iets anders dan het oude, normale Call of Duty commentaries en zo. Het is natuurlijk heel leuk, alleen het is anders. En ik wil graag, gewoon dit doen omdat ik het leuk vind om te doen. En daarbij gaan we ook hele leuke andere dingen doen. Dus bijvoorbeeld deze week ga ik testen welke controller het best tegen een stootje kan. En voor de rest ga ik er niks mee vertellen. Ik zeg alleen balkon en controllers. Balkon en controllers, ja, dat is het. Dus die twee dingen ga ik doen en nog wat andere leuke dingen. Oud en nieuw, vlog in ieder geval. En dat wordt allemaal heel professioneel en dat soort dingen allemaal. Statief en whatever the fuck allemaal. We gaan daar een leuk filmpje van maken. En ja, allemaal van dat soort dingen. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden. Ik hoop dat goed bekeken wordt en zo, dat soort dingen. En ik hoop dat het een leuke serie gaat worden dat ik hopelijk met jullie support kan doorvoeren naar heel veel nieuwe video's. Ik hoop dat jullie van deze commentary, vlog, whatever the fuck je het wil noemen, hebben genoten. En ik zie jullie bij de volgende vlog commentary weer. Adios, amigos.